De eerste, Aurora. Aurora, vrouw van diepten, in mijn ochtend, in bed. Wanneer je loom de laatste putten van mijn slaap vult. Hijgend van uitputting, die ik met geen ademstoot dempen kan. Aurora, jij die mij wijdbeens wakker maakt met de obade van je heupen. Met het lenige ritme van mijn lichaam. Dat uitpuilt van jouw vingers. Aurora, liefste kind dat ik elke ochtend binnengroei, blijf in mij de vingers van je dageraad verspreiden. Krabbel mij recht en zonder reden, diepste vrouw die als een zon in mij opgaat en gewrichten spreekt. Het vrijend lied dat ze zingt lijkt met haar vlees en lust even ver verwijderd van de Braschaatse villa waar Dangre woont als de stad Antwerpen. De zesde, Aurora. In de utopische cyclus Aurora, waarmee Dangre zijn bundel Meisje dat ik nog moet opent, lijkt de wijdbeense muze die als een zon in de dichter opgaat, ongrijpbaar. Toch, hemelsbreed valt het mee, zeker als in de tweede cyclus Sargedichte het ideaal begint te scheuren. Om precies te zijn woont Dangre in Capelle. In de juiste tijd van het jaar kunnen er duizenden rhododendrons rond imposante villa's groeien. Houd. Het duurt en het duurt. Het denken dat het voorbij is. En het toch hier in de kamer horen knarsen. Dat huwelijk van ons zonder tanden. Met de geur van lege koffiekoppen. En niet gekochte croissants op deze ontbijttafel. Ieder verschanst aan één kant van onze verstandhouding. Van hout en steen. Van afgezaagde moppen en poten. Er is niets te vertellen, niets anders dan dat we weer uit ons bed zijn geveegd door de houten dageraad waarin wij de zoveelste bijl planten. Turven hoe lang al, hoe lang nog, wij. Elkaars verlangen lezen we al te traag aan flarden, tellen ze elke ochtend af, want we zijn elkaars kreupele bladzijden moe, maar niemand zegt... Boeken toe, want nog, voor we wakker worden, is er weer en weer een nieuwe dag. Als een schuur waarin wij voor dood liggen en gestapeld worden als brandhout. In de bijna pornografische poëzie, in de zwart-wit foto waarop Dangre de kraag van zijn overjas opslaat, kan de lezer sporen zoeken die verwijzen naar de eeuw van Oscar Wilde, Rimbaud en Baudelaire, de decadentie en het fin de siècle. Hopelijk ontgaat hem dan niet de geheimzinnige glimlach op Dangres lippen, een milde lichtzinnigheid die past bij de slotcyclus, waarin de sensuele utopie wordt teruggebracht tot een serie groeten. Aan meisjes die nog moeten. Toevallig in Brussel geboren, maar dan hebben we 7 jaar in Antwerpen gewoond en toen ik 7 was zijn we naar een kleinere gemeente verhuisd en toen ik 10 was naar hier. Goh, ik heb ooit eens gekregen van iemand en dan dat ooit eens opgehangen. En, want ik ben eigenlijk niet zo'n